le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial. Parce qu'on a trop de choses à dire qui méritent d'être entendues par les oreilles du grand public, même si c'était pas prévu. Parce qu'on a tant de choses à dire, trop de choses à dire, tellement de choses à dire. Hey, garde ta place. Parce qu'on a trop de choses à dire qui méritent d'être entendues par les oreilles du grand public, même si c'était pas prévu. Parce qu'on a tant de choses à dire, trop de choses à dire, tellement de choses à dire. Si tu savais, c'est pour celui qui croit être au courant de la situation, alors qu'il ne la connaît que par le biais des journaux et de la télévision. Il y a tant de choses cachées, de choses qu'on ne verra jamais une fois la population rassurée. Il s'en passe des choses à l'Élysée. Hey, il y a ceux qui paient, il y a ceux qui croient, ceux qui règnent et ceux qui feignent de ne pas savoir ce qui se passe vraiment. Tous tenant d'un titre, ils se cachent vraiment. Qui sont-ils parmi les Illuminati? De drôles de choses se passent ici quand on réfléchit, tout annonce leur prophétie. Ils veulent réduire la population mondiale. Je les soupçonne d'avoir engagé la troisième guerre mondiale. Moi je les assomme avec une nouvelle bombe lyrique. J'informe le peuple de cette guerre silencieuse qui s'installera. DM Podcast, aka Daily Minutes, nummer 1611. This is today's podcast. 3 mei 2019, dus het begin van vrijdag. Nee, dit is geen muziekprogramma. Het nummer heet heel toepasselijk Trop de Choses à Dire. Te veel onderwerpen om het over te hebben. Dit is een van de kandidaten voor de nieuwe titelmuziek van de Daily Minutes. Zoals van de week al aangekondigd ben ik bezig muziek uit te zoeken, als dat tenminste lukt, voor het sound design van de nieuwe versie van de podcast. Voor een deel is het belangrijk dat de muziek, in het geheel is het belangrijk dat de muziek zonder auteursrechten beschikbaar is. Nou, dat is deze muziek. De muziek is bedoeld als achtergrondmuziek bij bepaalde onderwerpen. Daarnaast is er intro-muziek nodig. Dat zijn waarschijnlijk verschillende melodieën. Het zal niet gelden, die achtergrondmuziek, bij amateuronderwerpen, maar wel bij een aantal andere zaken die ik daarnaast nog wil proberen. Er is met het sound design nog een beetje experimenteren. Dat wil niet zeggen dus dat het zo blijft. Sommige dingen zullen wellicht mislukken. Ik begin nu eerst met een bestaand hoofdstuk over micronaties. En daarna ga ik verder met een deel over de serie of een deel uit de serie zelf bouwen. Niet te veel verspreken. De aflevering van micronaties van vandaag is Pitcairn Island. 20% van de bevolking van Pitcairn is overigens radioamateur. Toen Fletcher Christian op 28 april 1789 de muiterij op de Bounty leidde en kapitein William Bligh met een aantal loyale schepelingen overboord zette, probeerden de 18 muiters samen met 4 aan Bligh loyale mensen die gedwongen werden de Bounty te helpen varen, zich te vestigen op het eiland Toobouai. Na 3 maanden waarbij de lokale bevolking van het eiland door de mannen geterroriseerd werd, keerden de mannen terug naar Tahiti, waar het schip onder commando van Bligh ook vandaan was gekomen. Met 8 bemanningsleden, 6 mannen uit Tahiti en 11 Tahitiaanse vrouwen van wie er 1 een baby had, vertrok het schip weer van Tahiti in een poging om de Britse marine te ontlopen. De Bounty was voor de muiterij een marineschip. Volgens het logboek van het schip, bijgehouden door een van de kompanen van Christian, werden de Tahitiaanse mannen eigenlijk gekidnapt in een poging om de vrouwen mee te nemen. De muiters voeren met het schip langs de Fiji- en Cook-eilanden. Uit angst dat ze daar ontdekt zouden worden, legden ze er niet aan. Uiteindelijk herontdekten ze het op dat moment onbewoonde Pitcairn Island, dat op de marinekaarten die ze bij zich hadden onjuist was weergegeven. Daar vestigden de opvarenden zich nadat ze op 23 januari 1790 het schip in de baai van het eiland in brand hadden gestoken. Het schip zonk en is voor duikers onder water nog steeds zichtbaar in de Bounty Bay bij het eiland. De muiters op Pitcairn werden ondanks een uitgebreide speurtocht niet gevonden. De muiters die op Tahiti waren achtergebleven werden daar gearresteerd en op transport naar Engeland gezet. Tijdens een schipbreuk op dat transport, het schip zocht tevens naar de muiters die op Pitcairn waren, verdronken 4 van hen. De overgebleven mannen werden in Engeland berecht, waarbij een 4-tal mannen werd vrijgesproken, 2 kregen er gratie en 1 kreeg door een juridische fout uitstel van straf en kreeg uiteindelijk ook gratie. De 3 overgebleven muiters werden veroordeeld en opgehangen. Pas in 1808, dus 18 jaar later, werden de bewoners van Pitcairn door een Amerikaans schip aangetroffen. Het was hen niet goed vergaan, onder andere door alcoholisme. 1 muiter was door natuurlijke oorzaak overleden, 5 muiters waren door de Tahitiaanse mannen vermoord, een Engelsman overleed toen hij dronken ter val kwam en van de 3 overgebleven muiters werd er 1 gedood toen hij de 2 andere mannen aanviel. Tijdens vechtpartijen waren ook alle 6 Tahitiaanse mannen omgekomen, zodat er nog slechts 1 man over was, ene John Adams. Van de 11 vrouwen waren er 2 omgekomen bij het verzamelen van eieren op de steile rotsen.
Fletcher Christian kreeg samen met Mymiti een zoon, Thursday October Christian. Toen de muiters in 1808 gevonden werden, kreeg ook de overlevende John Adams gratie. John Adams en de eerder aan een luchtweginfectie overleden Ned Young hadden getroost gezocht in de scheepsbijbel en zich in plaats van drank tot het christendom gewend. Lang daarna, in de 90er jaren van de 19e eeuw, werd het eiland aangedaan door een missie van de Zevende-dags Adventisten, waarna hun eigen vorm van het christelijk geloof plaatsmaakte voor dit kerkgenootschap. In 1838 werd het eiland en de omliggende eilanden bij het Britse imperium gevoegd. Tegenwoordig beschouwt de Britse overheid de eilanden niet meer als een kolonie, maar behorend tot het Britse overzeese gebied. Pitcairn wordt dus niet als een soevereine staat gezien en de VN-commissie voor decolonisatie plaatst het landje op de niet zichzelf regerende gebiedsdelen. Rond 1855 werd het eiland voor de groeiende bevolking te klein en na een verzoek aan de Britse regering kreeg de bevolking het eiland Norfolk toegewezen. Eigenlijk een deportatie-eiland waar tot aan 1847, dus een jaar of acht daarvoor, veroordeelden hun straf hadden uitgezeten. De gehele bevolking van 193 personen voer vervolgens op 3 mei 1856 tijdens een vreselijke tocht naar Norfolk toe, waar het op 8 juni aankwam. Pitcairn ligt precies tussen Australië en Peru. Norfolk ligt veel dichter bij Australië, tussen Nieuw-Zeeland, Nieuw-Caledonië en Australië in. Een groot deel van de bevolking vestigde er zich in de gebouwen van de voormalige strafkolonie. Al na 18 maanden hadden 17 Pitcairners er genoeg van en keerden terug naar hun eigen eiland. Zij werden 5 jaar later gevolgd door nog eens 27 bewoners die ook terugkeerden. Het eiland had rond 1937 het grootste aantal inwoners, 233, maar door emigratie met name naar Nieuw-Zeeland nam dit aantal in de periode daarna snel af. Er wonen nu ongeveer 50 mensen uit 9 families op het eiland. 6 van de inwoners zijn als familieleden van de schoolmeester of de dominee niet van Pitcairn zelf afkomstig. 9 van de overblijvende 44 inwoners zijn overigens radioamateurs, wat Pitcairn vermoedelijk tot het gebiedsdeel in de wereld maakt met het hoogste percentage zendamateurs onder de bevolking. Een belangrijk deel van de economie van het eiland bestaat uit de ruilhandel van zelfverbouwde producten. Daarnaast wordt op bescheiden schaal enig geld verdiend met visserij, landbouw en handwerksproducten, waarbij de ruilhandel een belangrijke rol speelt. De belangrijkste bron van inkomsten vormt de filatelie, doordat het eiland eigen postzegels uitgeeft. Daarnaast is honing een belangrijk exportartikel, net als de al genoemde handwerksproducten, die meestal naar passerende schepen gaan. Vrijwel alle daarvan komen op de route via het Panama-kanaal van Nieuw-Zeeland naar Engeland of andersom bij Pitcairn langs. In 2004 bestond de gehele werkende bevolking van het eiland uit 15 personen. Pitcairn beschikt niet over een vliegveld en zelfs niet over een haven. Er worden longboats gebruikt om mensen van het eiland naar schepen te brengen en weer terug. De snelste manier, behalve met een watervliegtuig of een vliegboot, om het eiland te bereiken is om naar Tahiti te vliegen en vervolgens naar het Frans-Polynesische eiland Mangareva. Vandaar gaat er iedere paar maanden een boot die het 30 uur over doet naar het eiland. Verder gaan er om de zoveel tijd op onregelmatige basis vrachtboten vanuit Nieuw-Zeeland die er in totaal 7 dagen over doen. Op het eiland zijn enkele auto's die het in het ruwe terrein erg zwaar hebben. En er is zo'n 6,4 kilometer verharde weg op het eiland. Pitcairn heeft geen radio- of tv-stations. Satellietontvangst van buitenlandse free-to-air stations is wel mogelijk, maar er worden ook veel videorecorders gebruikt. Ter vervanging van een radiostation worden marifoonporto's gebruikt om nieuwtjes uit te wisselen tussen de verschillende delen van het eiland. Het eiland heeft geen telefoonnet, maar meerdere mensen beschikken er over een satelliettelefoon. Voor lokale gesprekken op het eiland en met schepen worden gewoonlijk VHF-mobielefoonverbindingen gebruikt. Het eiland heeft 1 door de overheid betaalde internetaansluiting die door het hele eiland wordt doorgelust naar alle huizen. Ja, vandaag deel 6 van de serie over zelfbouw. Ik heb tot nog toe heb ik het over de dingen gehad die ik zelf gedaan heb. Ik heb wat ideeën aangedragen voor concrete zelfbouwprojecten, zoals ik in deze serie nog wel eens vaker zal gaan doen. Voor mijn vroege geknutsel met de Optimist, het miniatuurzendontvangertje voor 80 meter, vergelijkbaar met de moderne Pixie 2, heb ik veel gehad aan wat basale kennis over transistoren. Anders had ik waarschijnlijk nooit dat niet meer verkochte IC door 3 transistoren kunnen ontvangen als beginner. Het is vaak niet per se noodzakelijk dat je een bestaand ontwerp precies nabouwt, maar met wat basale kennis van onderdelen en hoe je die onderdelen met dat beetje kennis naar je hand kunt zetten, is zoiets gemakkelijk te doen. Vandaag ga ik proberen om het begrip bij de luisteraar van elektronica wat te vergroten. Schrik niet, ik ga niet meteen met rekenwerk beginnen. Ik beschrijf slechts wat het component doet.
Het gaat erom om je te laten zien hoe bepaalde componenten werken en waarschijnlijk op een andere manier dan je voor het examen leert of geleerd hebt. Hopelijk zeg je gedurende het verhaal, verrip, ik heb nooit geweten dat het zo zat. Maar als je zegt, dat was ik allemaal vergeten, maar nu komt het ineens weer terug, dan ben ik ook heel blij. Ik zal mijn best doen, ik hoop dat het lukt om het verhaal rustig te brengen. Ik neem er vanmiddag extra tijd voor en ik zal ze nu en dan even een pauze laten vallen. Ja, ik begin vandaag met een transistor. Voor het gemak praat ik even alleen over NPN-transistoren. Er zijn ook PNP-exemplaren. Het enige verschil is dat daarbij de stroom in de andere richting loopt. Dat is soms handig om op het aantal componenten te besparen, maar voor nu niet van belang. Als je een transistor pakt, dat is zo'n ding met drie pootjes eraan, en je meet met een universeel meter, dan meet je vanaf de basis gezien twee diodes. Die beide diodes die zitten met de anode aan elkaar, net als bij de mixer van de Optimist. Zet je de plus van je digitale universeel meter in de ohmmeterstand op de basis, dan meet je zowel naar de collector als naar de emitter een lage weerstand. Zet je de min op de basis, dan meet je in beide richtingen een hoge weerstand. Dan sperren de diodes. Twee diodes dus. Er wordt soms wel gedacht dat als je die twee diodes zo tegen elkaar aansoldeert, dat je die ook als transistor kunt gebruiken, maar die vliegen gaat niet op. Om de diodes als transistor te laten werken, moeten alle onderdelen zeer dicht bij elkaar zitten van die diodes, direct aan elkaar vast, zonder andere materialen of geleiders die ertussen zitten en met minder dan een haardikte voor de basis, anders werkt het grapje niet. Andersom gaat trouwens vaak wel een transistor gebruiken in plaats van twee diodes. Dat kan als je met bepaalde dingen rekening houdt gewoon. Een transistor kun je als een soort relais gebruiken. Een relais, je weet wel, zo'n spoel met een plaatje dat wordt aangetrokken, waarmee als er een stroom op staat, een schakelaar wordt omgezet. Als je het symbool van een transistor ziet, dan is de basis de middenste aansluiting. De emitter is de aansluiting met het pijltje en de collector is de aansluiting zonder pijltje. Nou, dan pakken we spanning. Je hebt bijvoorbeeld zo'n 4,5 volt batterij, zo'n hele oude met een witte kat erop. Sluit je een positieve spanning aan tussen collector en emitter, terwijl de basis voor de zekerheid met een weerstand, een hoge weerstand, op de emitter is aangesloten, dan gedraagt de transistor zich hoogohmig. Dus tussen collector en emitter zal er dan geen stroom lopen. Even resumerend, de verbinding binnen de transistor, dus tussen collector en emitter, is in dat geval hoogohmig, dus verbroken. Dit omdat de emitter op de basis aangesloten is, weliswaar via een weerstand. We doen nu het volgende. We laten een voldoende grote stroom van de basis naar de emitter lopen. Daar komt dus een positieve spanning op de basis. En je moet ervoor zorgen dat er niet te veel stroom gaat lopen, maar ook niet te weinig. In ieder geval zoveel dat die transistor helemaal open staat. Je ziet dan dat er bij voldoende grote stroom de interne verbinding in de transistor ineens laagohmig wordt. Net als bij een relais waarbij de schakelaar een doorverbinding maakt. Door dus een stroom te laten lopen van basis naar emitter, wordt als het ware de schakelaar tussen collector en emitter gesloten. Hebben we daar wat aan? Jawel, want je moet weten dat de relatief grote stroom die van basis naar emitter loopt, heel veel kleiner hoeft te zijn dan de stroom die vervolgens door die gesloten schakelaar tussen collector en emitter kan lopen. Net als bij het relais overigens, bij een relais om het groot licht van je auto in te schakelen, kan er door de schakelaar wel 40 ampère lopen en die kan on the fly worden onderbroken. Het spoeltje dat die schakelaar bedient, die werkt dan met de 10 of 20 milliampère stroom. Tja, de transistor die kan nog iets wat een relais niet kan. Een relais is doorverbonden of niet doorverbonden. Als je de stroom kleiner maakt, dan valt op een gegeven moment de schakelaar af en vrij plotseling is dan de stroom door het relais verbroken. Bij een transistor is dat niet zo. Wordt de stroom van de basis naar de emitter kleiner, dan wordt de weerstand die de stroom vanaf de collector naar de emitter laat lopen, die weerstand die wordt steeds groter. Je kunt dat in een grafiek zetten. Het kleine stroompje dat van de basis naar de emitter loopt, is bij benadering in verhouding met de stroom die van de collector naar de emitter kan lopen. Dat is een beetje moeilijk gezegd, maar dat wil dus zeggen, ik noem maar een voorbeeld van een denkbeeldige transistor. Als de stroom vanaf de basis naar de emitter 1 mA is, dan kan de stroom van de collector naar diezelfde emitter 100 mA zijn. Wordt de stroom naar de basis 2 mA, dan wordt die vanaf de collector 200 mA, enzovoort. In dat geval is de stroom naar de basis dus 100 maal zo klein als de stroom die het resultaat is van collector naar emitter. De stroom is een factor 100 groter dus.
Dat getal, die factor 100, is voor iedere transistor verschillend. Je kunt dat in de specificaties van zo'n transistor vinden als de stroomversterking van zo'n onderdeel. Het zal waarschijnlijk duidelijk zijn dat wat hier met een gelijkstroom gebeurt, ook voor wisselstromen van toepassing is. Zet je op de basis een wisselstroom en gebruiken we weer de transistor uit het voorbeeld, dan is die wisselstroom aan de kant van de collector 100 maal zo groot als de stroom die aan de kant van de basis van de transistor wordt ingevoerd. Ik zeg hier wisselstroom, dat kan een constante frequentie zijn, maar het werkt ook voor zoiets ingewikkelds als geluid of voor een gemodelleerd zendsignaal. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Abonneer je nu op de podcast van de Daily Minutes. De website van de podcast is dmpodcast.net. DM is kort voor Daily Minutes, dus dmpodcast.net. Bij de feed van de podcast komen er nog een breukstreep en vier letters bij. Breukstreep F-E-E-D. dmpodcast.net, / F-E-E-D. Subscribe now for this podcast, dmpodcast.net/feed. dmpodcast.net/feed. DM is Delta Mike.